En allebei hier vinden we heel bijzonder. Alle gasten natuurlijk aan tafel. Maar eerst even, voordat we langer met jullie gaan praten. Jullie zaten allebei, jullie delen een verleden bij Jong Ajax, hè? Jij zat er, Roy, toen Wesley er ook zat? Ja, hij zat volgens mij één team onder hem. Ik speelde samen met zijn broertje, Jeffrey. En in die tijd zat hij voornamelijk achter mijn zusje aan, geloof ik. Kijk, zo hoor je nog eens wat, hè? Ja, is dat ook gelukt of niet? Nee, dat weten we allemaal, toch? Oké, we weten hoe het nu zit, maar ja, toen weten we niet natuurlijk. Dat weet ik ook niet meer. Het is heel lang geleden. Ja. Ik weet er zelf ook, we hadden het er net over. Inderdaad, we hadden het er net over. Ja. Jullie hebben ooit of nooit samen met elkaar gespeeld? Nee, nooit. Hè? Jij speelde met mijn oude broer. Maar wel met dezelfde trainer, dezelfde complexie. Dezelfde dat was allemaal hetzelfde. Ja. Heb je er spijt van, dat je niet zijn kant op bent gegaan? Qua bankrekening wellicht wel. maar ik heb uiteindelijk ook hele mooie dingen kunnen doen. Ja. Want dit is wat je mist. Kijk, jij hebt natuurlijk, daar gaan we straks over hebben. Je hebt natuurlijk die prachtige Willemsorde gekregen. En jij hebt, mag ik hem even aanpakken? Ja, zeker. Je komt hier binnen en je brengt deze mee. Die heb je net gekregen bij een Telegraaf voetbalgala. Voor je hele oeuvre. Ja, klopt. Ja, nou, op zo'n leeftijd al je oeuvreprijs winnen. Dat is bijzonder. Dus ik ben er enorm trots op en hij krijgt een heel mooi plekje. Top, gefeliciteerd. Zo meteen veel meer, maar eerst even, ik wilde toch, Roy,